Kom op, dude. Kijk hoe stoer ze doet. Maar zo meteen horen, ja, heel hard gillen. Jongens. Hij voelt hem hoor. Oh. Hallo. Allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lakap. Vandaag zijn wij in Duinrell, want er is hier een Nickelodeon Junior event met superhelden zoals Devran. Wie is er vandaag? Devran. Paw Patrol en Dora en Diego. Hoi. En nog veel meer. Dus wij gaan vandaag lekker Duinrell in, superhelden ontmoeten. En er zijn ook allemaal extra activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Het is een beetje koud, we zijn helemaal ingepakt. Het regende, dus ik hoop dat het droog blijft. We gaan het zien, we gaan in ieder geval een leuk dagje van maken. En we nemen jullie weer gezellig mee. Nou, Ilay is ook wakker. En mijn moeder en broertje zijn vandaag ook gezellig mee. We gaan nu even lekker lopen naar het park. Naar Seran. Hallo, sexy. Nou, dit is het dus vandaag, de Nickelodeon Junior fandagen. Moet precies zijn. En Devran, wie wil jij ontmoeten? Laat eens even zien. Dora wil Devran graag zien. En Paw Patrol is helemaal gek van. Nou, gaan we snel kijken dan, liefie? Kom. Ilay ook nog dansen of... Oh, hij moet nog echt wakker worden. Zie weinig. Nou, kijk, roodkapje. Hey, oké, maar wie gaat er door dit huisje? Roodkapje. Volgens mij hebben we de verkeerde route uitgekozen. Volgens mij zag ik hier net water. We testen het wel met Ilay. Oh my god. Oh, of daarachter heb ik het verkeerd ingeschat. Ik dacht dat hier dus ook water uitkwam, maar het zijn die andere, de looproute. Doe die buggy erin. 3, 2. Nee. Hey, kijk hoe droog. We hebben eindelijk ergens in. Hij moest een beetje wakker worden, maar... Nou, dan moeten we even een poging wagen. Wat is dat nou weer? Nou, dag, 1 euro. Dag, 1 euro. Ik zei het toch, dit soort dingen. Ja, het doet niks. Dat is makkelijk geld verdienen. Oplichtingen. Ja. Ik zag het, ja, het staat op beeld. Ik ga hem doorsturen. Dan loop ik gewoon. Nou, tijd om te racen. Moet je kijken waar Devran zit. Devran. Zo, conducteur, goed gedaan. Kom je eruit? Kom je eruit of blijf je hier? Kom. Zo, we zijn aangekomen. Wat is Paw Patrol, Devran? Dit is wel een Paw Patrol afdeling, hè? Allemaal auto's. Kijk zo, brandweer. Oh, dit is leuk. Nou, nu is een wedstrijdje. Devran tegen. Hard pompen, hard. Kom op, David, doorpompen. Goed zo. Kijk, dat verschil Esra. Ja, Wie gaat er? Nou, wij gaan de achtbaan in. Devran, eerste keer achtbaan, hè? Durf je dat? Gaan we met z'n drietjes? Ja? Wie de zin is, schat? Ja, ik ben die. Ja, maar ze zijn allemaal hetzelfde. Het is een hele lange. Hij is echt super groot trouwens, hè? Super lang. Dan heb je mij gewoon vandaag alleen in de achtbaan. Maar wel met Seran, niet met mij, dus ik moet alleen. Dus goed vasthouden, hè? Papa ook? Oh, ik ben zo benieuwd hoe hij het gaat vinden. Ik krijg hem maar hier. Ja, ze helpen toch wel. Als je Devran maar goed erin houdt. Ik hou hem wel goed vast. Ja, doe maar goed vasthouden. Nee, Seran. Nee, maar... Ja. Nu zit hij vast, nu kan hij weer terug. Ja hoor. Gaan we eerst even naar boven. Leg op A. uit, schat. Vond je het toch wel leuk? Alleen een beetje buikpijn, zei die, hè? Maar durf je nog een keer? Wees straks nog een keer. Hey, groot Jan, high five. Wat gedaan, man? Nou, het is nu tijd voor ons om erin te gaan. Wij gaan nu samen in een achtbaan. Maar ik durf niet. Ik heb een grote mensen, dus deze is voor ons. Nou, het is onze beurt. Dit is de achtbaan. Let's go. Oh, deze zit wel beter, hè? Of niet? Ja, man. Wel beter. Oké, Seran, tenminste ik wil deze, maar Seran die durft het niet. Dus misschien dat ik mijn broertje nog overhalen. Anders proberen we misschien even een ritje daarin. Even kijken zo. Ik ben best wel schijt dat jullie door het vast wel mijn gegil, maar ik weet niet, is wel leuk. Ik ga met mijn broertje, want dit meneertje durft. En hij zegt nog tegen mij, ja kom, we gaan naar de Oké, ik durf niet wat jij wil. Nou kom, zal wij gaan, ja? Ja, gaan we. Let's go! Kijk hoe stoer ze doet, maar zo meteen horen, ja, heel hard gillen. Kijk, kijk, kijk. Dit is een feest van Esra, die zogenaamd doet dat ze stoer is, maar zo, kijk, ze kijkt de andere kant op en ze is bang. Kijk, gaat ze nu, oh, wacht maar. Nou, we zijn klaar voor een rondje. Yes. kwamen net tegen de rij, die was helemaal opgevallen en die deur zat niet zo vaak geweest, hè. Nu gaan wij met z'n drieën terug, dood eng. Nou, het is echt één stukje is eng, dus ga je recht naar beneden. Echt spannend. Allemaal duimpjes omhoog, inderdaad, hè? Dus toen meisje is 8 jaar, ze is heel tijd zelf gedaan. Oké, daar gaan wij. Oeh, dit is zo spannend. Sarah zei, hou de camera goed vast. Ja, ik hou hem wel goed vast. Wow, deze gaat echt recht naar boven. Hij gaat zo stilstaan. Ik heb echt spijt, ik durf niet. Zie je? Kijk hoe Esra kijkt. Ik durf niet. Oh my god. Ik heb nu geen eens ruimte om mijn handen. Oh, ik heb echt spijt, jongens. Nee. Wow. Hoe vaak ben je erin geweest? Woe. Ik wil niet meer. Oh my god. Dit is wel echt erg, hoor. Nee, ik wil niet. Oh my god. Devran, je hoort alleen mama, hè? Mama is de enige die aan het schreeuwen is, hè? Zo! Zo! Ik had spijt! Ik hou er echt niet van als die zo recht naar beneden gaat. Dat is koud! Super knap dat jij een paar keer bent geweest. Ik ga echt niet meer nog een paar keer. En jij gaat niet eens. En? Zij is 8 jaar. Zij is gewoon een paar keer geweest, hè? Ben je een paar keer geweest? Ik zeg, durf je het arm naast me te zitten, want ik ga heel hard geven. Nou, goed gedaan. Ik heb hard gegild, hè? Hé, maar ik hoorde alleen Esra. Schreeuwde ze hard? Ze schreeuwde hard, hè? Vanaf het begin riep ze al dat ze spijt had. Ik vind het eng als die zo echt naar beneden, maar ik ben gegaan, hè? Nou, goed zo. High five. Es? Mama, gezien, hè? Je. Ah. Nou, we hebben een paar lieve kijkertjes ontmoet. Mag je even zeggen hoe jullie heten? Ik ben Melka. Ik ben Dara. Ik ben Aura. En jullie doen shout-out goed? Ja. Shout-out naar jullie. Naar ons. Dat is super lief. En naar jullie. En naar je moeder, ja? Ik wil ook een shout-out naar moeder en naar jullie. Oh. En ik wil ook zelf shout-out naar jullie en shout-out naar mijn moeder. Oh, zo lief! En allemaal shout-out naar de moeder en naar ons. Shout-out ook naar. Heb je nog een dagje gedaan? Ja. Wij blijven hier de hoge dagen onder. Wij blijven hier slapen. Oh, zo leuk. Ze blijven hier slapen. Dat zou ik ook wel willen, maar helaas wij moeten vandaag. Heel veel plezier nog, hè? En daar komt het eten aan. Ja, joh. Zegt je eerlijk? Ja? Ik heb nog nooit zulke goede mensen gezien. Wat voor mensen? Het is afgierig, maar echt deze jongen. Ja, dit is wel echt zwaar. Dit is echt zo'n kleur het er maar op bord. En daar heb jij zeker voor gezorgd. Kleur het er maar op. Nou. Ilay ook een hapje? Ham? Ham? Ja! Dan niet. Zo, en hij is helemaal leeg. Ja, heb jij gegeten zeker allemaal een dikke zak. Kijk die dikke billen. Dikkie dik. Nou, al dat patat moet ze ook even verbranden. Dus jij. Allemaal lopen. Allemaal lopen naar boven. Daar gaat ze dan. Kijken of ze tussen past. Je gilde net als mama, joh. Kom op, er wachten mensen achter jullie. Nou, Esra, ga je ook zitten hier? Dat is precies jouw maat. Mijn maat? Jij hebt voor die kippenbillen, niet ik? Kom, ga maar in. Pas je wel op. Help even mee. Ja, waarom moet ik helpen? Waarom moet ik helpen? Kom op. Ria. Nou. Ik heb twee meisjes dit. Nou, we zijn onderweg naar de uitgang. En wie kom je daar tegen, schat? Paw Patrol, daar op het podium. Nou, daar staan ze dan. Ilay, wie is dat? Wie is dat, Ilay? Paw Patrol. Wow, dat is leuk. Daar is Devran op de foto. Devran, kijk ze mee. Ja, doe maar high five geven. Geef maar high five. Goed zo. Oké, wij wilden dus lekker naar huis toe, maar deze meneer... Esra, hoe lang gaat het duren? Gaat wel snel. Gaat wel snel, zegt hij. Esra, ga erin zitten dan. Ga erin zitten, Esra. Kom op, duw eens door, joh. Hey. Nou, daaraan heeft ze een ballonnetje, Patrick. Ja, goed. Hier is Patrick, ik ben jou. Maar Chase vindt het goed, toch? Ja, top. Helemaal happy. Allemaal stickers net. Esra, waar is je broertje mee bezig? Kuntal, waar ben je mee bezig? Doe eens nog een keer. Dat is de borstjes laten snoeien. Hè? Doe eens nog een keer. 1, 2. Boe! Je vraagt er ook gewoon op, hè? 1, 2. Nee! Kom weg, jij! Tot er eentje. 1, 2. Hey, Seran! 1, 2. Hoppa, no boys, hij is weg. Hé, hey, dat is een nudistenkamp, of niet? Hoor dit, Esra zegt mij, laat mij jou erin duwen dan. Ben je bij dit duwen? Nee, ben je bij? Hè? Hé? Esra, je dochter is wel aan het schreeuwen. Hé, hey, dochtertje, hou eens op. Is bijna kwijt. Nou, we zijn onderweg naar huis. En Ilay gaat helemaal los. Het is echt zijn lievelingsnummer op dit moment. Locomotief. Dit is een andere trein. Locomotief. Dit is een andere trein. Locomotief. Locomotief. Komt ie hoor. We krijgen steeds vaker de vraag of wij onze nummers willen vermelden in de video. Dus ik zal, als we een nummertje zetten, het wel hieronder zetten in de video. Dan kun je het nummertje ook luisteren of opzoeken. Het is mijn liedje! Het is jouw liedje, hè? Hey Devran, wat doen ze bij deze video? Gaan meisjes dansen, hè? Met hoe? Nee, met die meisjes dansen. En hoe gingen die meisjes dansen? Yay! Hey! Pak het op, pak het op, fuck it up, fuck it up. When you look, you look, that's the life of my wife. Fuck my wife, fuck my wife, zijn we boos. Zo vet. Hij voelt hem hoor. Oh! heb de nieuwe shit. Nieuwe shit. Ja, gaan we. En ik ga redden. Zo, het ging echt hard, joh. Ik heb 150 km/u gerend. Ja, goed, joh. Toeteren. Mag ik niet toeteren, joh? Ik ben geen toeterturk. Ik ben geen toeterturk. Ik heb echt energie. Jij hebt nog energie te veel, joh. Ik ben echt weg af, man. Oh, lekker snel naar huisje rijden. Hey Patrick, blijf je hangen? De jongens zijn moe. Ilay ook. Ze zijn lekker aan het eten. En Davy valt bijna in slaap zo. Maar leuk dat jullie weer gekeken hebben. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vonden. En wij gaan eten en dan lekker naar boven toe. We gaan slapen. Morgen weer een nieuwe dag. En leuke dingen. Dus